De Hoogstraat-Wijkkermis mag de wielerkoers natuurlijk niet ontbreken. Ook dit jaar waren talrijke renners op post. Door de slechte staat van de weg was het wel extra oppassen. Ja, die is de vals plat hier. Goeie, hé! Je hebt dat puntje van die zolder. Zijn jij er volledig af van de hoge hond erbij? Kijk, bah! Hij maakt hoofdschade. Simple song, boy, that I'm singing to you as I'm laughing to myself. Happy with going nowhere, and behind this pretty smile, a secret I won't share. But simple on the beat. Dus we hebben de nummer 97, Nicolas Hammerschelm, de Noor, die gaat leiden, de piste, met een 8-tal seconden voorsprong. En dan volgden de klant, dat is een Brit, Jentel Huygen van de Kruijbeke, zat er ook bij in de eerste gelederen. Ze doen hun best natuurlijk om weg te geraken. Hè? Ze moedigen elkaar aan. Allee, kom. Om terug naar die drie te rijden die daar een lichte voorsprong bij ingezet hebben. Maar we zijn op 3 ronden van het einde. En die 3, dat zijn met het nummer 54 Keanu Tseh van de WC Confredo. Het nummer 71 is mee en dat is Dylan Verzelen. En nummer 27, die was er ook bij, dat is Stef Poppen. The way you look, the way I feel so home. Pretty in the morning.
twee ronden van het einde. En dat er mensen zich toch wel vragen gesteld hebben. Als we zeiden het is Koersen, de Hoogstraat, Kermis. Dan hebben er toch wel velen de vraag gesteld. En hoe zit dat met dat wegdek? Maar we zien, dat is allemaal al tot hiertoe perfect afgelopen. Was dus wel mogelijk. Nog twee ronden. Nog twee rondes, terwijl we daar Juri Leijs, een Nederlander, het paard zien zadelen om er vandoor te gaan. Proberen vandoor te gaan natuurlijk. Pretty like an open flower, pretty like a painted scene, pretty like an old time sound. En wij gaan de laatste ronde in. Laatste ronde. Sipping a cup of tea. You should feel pretty lucky, lucky to see the side of me. Whoa, I'm pretty like an open flower, pretty like a painted scene. Laatste ronde, ja ja. Wrapped up in your white jeans. Whoa, I'm breathing like the morning, sipping a cup. Moeilijk te zien, kan met de micro niet weg. En hier krijgen we dan de massasport. Het is de Nederlander die het haalt, de Nederlandse kampioen. Godrie, die haalt het hier. De tweede plaats, die is voor het nummer 29. The way you touch, the way you tell me I'm the one. The way you look, the way I love, how you turn me on. And I feel pretty, pretty. Voor de bloemen, laten ze de hoek ingaan en de bloemen in ontvangst nemen. En dan gaan we zo dadelijk een gesprekje doen met de bloemen erbij. Windows are blue, pretty kind of like a simple song, boy, that I'm singing to you. En de schepen van Sportgewinst en Proficiat zou het een Nederlands kampioen, dat betekent toch wel wat? Ja, dat is heel mooi, dus heel mooi om de schip te rijden. Dus, ja. Wat verwacht je nog van het seizoen? Die nog komen moet, of er is nog wel wat? Ja, ja, het seizoen is best lang, dus we zullen zien voor de bestemming. Goed, ik geef een applaus, dames en heren, voor de winnaar uit Nederland. Stan Godrie.